prachtige streken. Het is een provincie die een hele unieke ligging heeft. Met 341 kilometer buitenlandgrens, waar je een beetje in het hart van Europa. Het is hier allemaal begonnen, de EU. Ja, dat is hier in huis begonnen, zeker. En ook de hele mentaliteit van de mensen, het saamhorigheidsgevoel, het verenigingsleven. Die kunnen we bijna nu laten gaan om met volle trots te vertellen wat in Nederland te bieden heeft. Maar is dat anders dan het saamhorigheidsgevoel? Is dat anders dan in Holland? Of in, ja, dat denk ik wel. Ja. En hoe komt het dan? Is dat van oudsher zo? Dat is van oudsher zo gegroeid, ja. Dat is een goede afstand op. Geen idee, ik heb er nooit gewoond, dus ik ga niet oordelen over plekken waar ik nooit gewoond heb. Dan gaan we Rotterdam. Nee, niet gewoond, mijn ouders gewoond. Oh, je ouders. Maar ja. Nee, ik ben geboren en getogen in Oost-Brabant. Ja. En ik woon nu in Limburg. Ja. Kijk. Dank u wel. Nee, ik had water. Yes. Tim en Willy. Heel goed. Ja. Super, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Weet je wat me opvalt? Dat het is hier een beetje in bloemen, maar dat geldt ook voor het Belgische deel. Dat de bloemen minder worden. Minder bloemen in huis en voor de deur. Dat is echt tegen mij, zie je? In Amsterdam, in de land staat er heel veel bloemen. Heel veel bloemen allemaal buiten, bakken buiten en alles. Ja. En dat zie je hier veel minder. Moet er maar eens opletten. Ik ga het opletten nu. Ja, wellicht heeft dat te maken dat als je een dicht bebouwde stad hebt, dat je er meer daarnaar moet grijpen dan dat je natuurlijk al heel veel groen van natuur hebt. Ja. Ja. Dat zou kunnen hoor, ik weet niet, ik heb geen gezicht, maar ik denk maar zo weer eens. Ik heb hier overigens drie potten met bloemen staan. Ja, nee. Maar dat te zijn. Dat te zijn, daar staan ook bloemen, dus daar gaat het niet om. Maar het is wel, ik vind het valt me wel op, ook in het Belgische deel van Limburg. Veel minder bloemen. Ja, de Holland is natuurlijk de bollenstreek bij uitstek, dus dat zou ook heel raar zijn natuurlijk. Het heeft natuurlijk ook met de ondergrond te maken, waar veel bloementeelt is en waar dat ook het beste kan. En dit is natuurlijk op zandgrond, dus dat wellicht heel anders dan in de vet klei. Ja. Dus het zal ongetwijfeld weer goede redenen hebben om het zo te doen. Ja, nou, dat gaan we kijken. Ja. Maar ik hou dus even in de gaten. Ik kijk of die stelling klopt die je geprobeerd hebt. Bijzonder. Dat zijn dus de mensen in feite, de saamhorigheid zegt u. Ja. Dat is het grote. Kijk, ik heb natuurlijk er nu ruim 2 jaar op zitten als gouverneur. Ja. De enige commissaris van de koning die ze gouverneur mag noemen. Ja. Mooi woord, hè? Ja, een heel mooi woord. En dan gebruik ik commissaris van de koning nooit. Het is altijd goed. Die stond dit aan de andere kant. Dat vroeg ik, weet ik ook het provinciehuis. Provinciehuis. Je zegt gouvernement. Oh, oh ja, dat is daar. Ja, daar sta ik niet aan te kijken. Ja. maar die eerste 2 jaar heb ik natuurlijk heel veel werkbezoek in alle gemeentes gebracht. Ja. En dan heb je een heel mooi beeld gekregen wat de provincie allemaal te bieden heeft. Ja. En dan ga je van werkbezoek bij bedrijven tot heel veel activiteiten in buurten. Je praat met tal van verschillende soorten mensen die allemaal heel erg graag vertellen over hun hobby, over hun werk, over hun beroep. Ja, en dan kom ik inderdaad op heel veel plekken ontzettend enthousiaste mensen tegen die echt voor hun buurt de benen onder hun kont uitlopen, om het plat te zeggen. Ja. Bij meerdere verenigingen lid zijn, de hele straat kennen, niet alleen de buren, maar gewoon de hele straat kennen. En als er wat is, dan zijn ze er voor elkaar. Als er wat georganiseerd moet worden, dan hoef je weinig moeite te doen om een heleboel vrijwilligerswerk te krijgen. Ja. Ja, dat maakt precies het samenleving die ik graag zie. Maar het samenleving. Samenleving, ja. Dat is wel een moeilijk woord in deze tijd, vind ik. Voor sommigen wel. Hier gelukkig, en
moet heel veel zuinig zijn, maar dat is waar. Als je heel erg snel tegenover elkaar staat in plaats van naast elkaar. En dan krijg je een samenleving met heel veel spanning. En niet bereid met elkaar te gaan praten, te luisteren naar elkaar. Nou, cruciaal. Die kant, daar waar ze dat kwijt zijn, advies, ga die kant weer op. Maak samen die samenleving. Ja. Bij mensen door het geringste meteen in hun vechtstand tegenover elkaar staan, dan wordt de samenleving niet vrolijk, dan niet beter van. Is die diversiteit niet heel groot? Want ik ben de laatste keer in Heerlen geweest. Is heel anders dan Maastricht, vind ik. Is zelfs in Maastricht heb je wijken die ongelooflijk verschillend zijn. Ja. Diversiteit heb je overal. Ja, maar ik bedoel, als je qua stad, qua uitstraling van de stad. De geschiedenis van Maastricht is een totaal andere geschiedenis dan van de Mijnstreek. Dat is absoluut waar. Ja. Kijk, Maastricht is natuurlijk een hele oude stad die, die al die culturen heeft meegekregen van de Fransen en de Normandie. Die dingen, en dat zie je in die stad nog steeds terug. Terwijl de Mijnstreek natuurlijk is opgebouwd als stad in de mijnperiode. En dat was echt een hele andere periode. Heerlen was voordat de mijnen daar geopend werden helemaal niet zo groot. Dat was gewoon een dorp. En in de, bij de opening van de mijnen is dat helemaal uitgegroeid tot een stad van zo'n 100.000 inwoners. Ja. Dus die hebben een hele andere oorsprong, een hele andere traditie daardoor dan andere steden waar dan ook. Heb ik wel genoeg aandacht? Gevormd door de mijnen en vooral ook gevormd door het sluiten van de mijnen. Ja, maar heb ik wel genoeg aandacht voor die streken vanuit Nederland, vanuit de Randstad? Stel me even kwetsbaar. Ik denk dat dat, laat ik voorzichtig zijn, nee, er is te weinig aandacht voor deze streken, absoluut. Ja. Niet voor niks dat de adviesorganen van het kabinet vorig jaar het rapport geschreven hebben, elke regio telt. Ja. Met daarin de conclusie dat juist zo'n gebied als de Mijnstreek echt totaal te weinig aandacht heeft gekregen ten opzichte van andere delen van het land. Ik vraag me wel eens af hoe mensen dan naar de Randstad kijken. Mensen vanuit Heerlen? Ik denk dat het andersom is. Hoe kijken mensen in de Randstad naar uithoeken van het land? En of dat nou Oost-Groningen of Zeeland of de Achterhoek is, of inderdaad Limburg of de Mijnstreek, dan denk ik dat zij die streken niet kennen. Nee. En andersom is het meer oppassen dat het geen Calimero-verhaal zou worden, maar van men ziet ons niet staan. En dan zeg ik altijd bij, dan moeten we harder werken om te zorgen dat ze ons zien staan. Ja. En daar zijn we heel hard mee aan de slag. Maar wat gaat veranderen in die mijnstreek? Nou, kijk, Heerlen Noord is een van de wijken die nu samen met 19 andere wijken in het land langdurig aandacht van het kabinet heeft gekregen. Ja. Om inderdaad jarenlange armoede, die van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar eindelijk eens een keer iets aan te gaan doen. En die achterstanden. De hele ontwikkeling van zo'n stad sinds de sluiting van de mijn in de jaren 60, die is mega groot en die krijg je niet met een paar incidentele potten met geld opgelost. Dat moet echt een langdurig commitment van het Rijk zijn met zo'n regio, met zo'n stad, zo'n stadsdeel. Hoeveel mensen wonen er dan? In Heerlen wonen ongeveer 87.000 mensen. Ja. En als je het hebt over de wijk Heerlen Noord, ik denk dat je bijna over het tweede jaar van de stad praat. Ja. Dat is gaat veel breder dan alleen. Inkomensongelijkheid, maar mensen leven daar veel ongezonder. Mensen gaan daar jaren eerder dood dan in de rest van het land. Dus de lage lettertijd is groot. Maar waarom is daar nou nooit in een klein land als Nederland aandacht voor? Dat vraag ik me iets even dat met welvaart te maken dat mensen hier het gaat. Dat is inderdaad om een aantal redenen. Men dacht na het sluiten van de mijnen, er moet nieuwe arbeid voor terugkomen en die is er nooit gekomen. Wat er terugkwam was een. Wat geld? Was dat nog maar waar? Het was een universiteit kwam er terug, een pensioenfonds kwam terug, het CWS kwam terug. Ja, daar gaan de mensen die hun leven lang onder in de mijn hebben gewerkt, die gaan daar niet werken. Nee. Dus echt een alternatief voor die mensen waar ze hun trots weer in voelden, is nooit teruggekomen. Er is nooit aandacht geweest voor de basis eigenlijk. Nee. Van, dat is eigenlijk een pot geld erin gestuurd. Van, nou, zelfs dat is
Zelfs dat nauwelijks. Er zullen ongetwijfeld de patiënten heen zijn gegaan, maar daar zit de oplossing. Kijk, een van de conclusies van het rapport Elke Regio Telt was ook dat het uitgangspunt heel erg lang is geweest, maak een sterke regio sterker, ja. Gaat de rest vanzelf mee. Ja. Maar ze hebben aangegeven dat dat dus gewoon niet waar is. Nee. Integendeel, daar heeft de rest extra last van. En dat is dus ook gebleken. Maar waarom, ik vraag me altijd in een welvarend land als Nederland, in een ontwikkeld land als Nederland, u geeft aan, we hebben het eigenlijk fout gedaan met z'n allen, voor die regio. Absoluut. Ja, we hebben het fout gedaan. Waarom zien we dat niet? Of waarom wil je het niet zien? Dus dat is het. Nee, maar... Ja, dat is... Nee, maar als we ziek zijn, dan gaan we naar een dokter. Dan weet je het deel, die weet precies uit te leggen wat we moeten doen. En dit soort gevallen weten we dus niet. Ja, we weten het wel, maar we doen er niks aan. Nee. En wat natuurlijk was het hartstikke bekend. Ging van generatie op generatie. Maar als dat het gevoel is van het is heel erg ver weg en we maken dat sterk, dan komt dat vanzelf mee. En dat is niet zo. Ja. En als het economisch minder gaat en er moet bezuinigd worden, dan zijn dat nog eens de plek die het hardst geraakt wordt. Ja. Als je weer bezuinigt op cultuur, als je bezuinigt op onderwijs, als je bezuinigt op de zorg, als de zorginstellingen sluiten, dan zijn dat de wijken die dubbel hard gepakt en geraakt worden. Dus het is ook nog eens in de jaren daarna ook nog eens extra verstevigd. En daarom dus dat er nu ook enorm geknokt en gelopen wordt om te zorgen van nu is ook langdurig commitment voor dit soort wijken in die steden ongelooflijk hard nodig. En dat zag je bijvoorbeeld ook in de wijk van Rotterdam-Zuid, die voor niks ook een langdurig commitment heeft gekregen van ja, daar moet wat gebeuren, nou hier niet minder. Ja. Was in Heerlen niet of in Sittard, was daar ook in het ziekenhuis wat ging sluiten? We zitten midden in de discussie over wat de toekomst van twee ziekenhuizen in Sittard Geleen en in Heerlen, hoe die eruit gaat zien. Spannende tijden. Ja? Wat moet er gebeuren? Open blijven? Ja, weet je, alleen al rondom Heerlen, een paar van Parijs staat er maar een 250.000 mensen. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus dat daar een voorwaardig ziekenhuis is. Toch geen een ziekenhuis? Ik vind het wel een sterk punt dat de regio daarvoor knapt. Maar hetzelfde geldt ook voor Sittard Geleen. Ja. Omdat het een groot stedelijk gebied met een ziekenhuis. En ik denk dat we echt moeten gaan zoeken naar oplossingen die voor problemen die de ziekenhuizen kennen. Bijvoorbeeld ook personeelsproblemen. Dat we de komende jaren erg met elkaar de schouders vol kunnen zetten om twee voorwaardige ziekenhuizen mogelijk te houden. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours.